Hi, allemaal. Ik ben Jelena en het is het tijd voor een gloednieuwe aflevering van Q-Time. Q-Time kan je op zoveel verschillende manieren gebruiken. Maar why not use it to learn a new skill or get certified? En vandaag heb ik Angela Deby van Hash en zij gaat ons vertellen over haar BHV en EHBO cursussen die ze verzorgen. We Welkom, Angela. Dankjewel. How are you doing? I'm good, thank you. That's great. BHV en EHBO-cursussen die yeah. verzorgd worden door hash. Ja. Yeah. Voordat we daar naartoe gaan, wat is hash of wie is hash en wat doen jullie allemaal? Oké, okay. hash staat voor Health, Economics, Safety and Hygiene. En het bedrijf is uh, officieel van mijn moeder, dat is mevrouw Dusche, de boer de Miranda. En ik werk onder haar en we geven EHBO-trainingen. Right. EHBO-trainingen. Yeah. En um, voor wie? Gewoon, iedereen geeft veel EHBO-trainingen? Ja, dus vooral aan bedrijven. We geven vooral EHBO-trainingen aan bedrijven. Maar ook gewoon aan personen. Um, als u bijvoorbeeld het leuk zou vinden. U? Als je bijvoorbeeld als, als je het bijvoorbeeld leuk zou vinden om zo'n EHBO-training te volgen en je kan een groepje vormen, dan komen we gewoon naar huis. En dan geef je voor de EHBO-training. Ook voor. Um, ouders met jonge kinderen. Maar dan zeggen we dus: we zeggen wel ouders, maar we bedoelen in principe. Verzorgers, caretakers. Exactly. Dus mm -hmm. sommige mensen zeggen ook hun nanny, ook hun, uh, opa, de opa en oma die op het kindje passen, um, een schooltje. Mm -hmm. Weet je, dan, dan maken mensen een groepje en dan geven we dus uh, EHBO-training, maar dan gespecialiseerd meer op het kindergedeelte. Dus dingen die er. Om en rond het kind kunnen gebeuren. gebeuren. Ja. Want dat beantwoordt eigenlijk bijna de volgende vraag. Want wie zou allemaal een EHBO cursus moeten volgen? Iedereen. Hmm. Want wat het nou eigenlijk is. Heel veel mensen denken. Met mij gaat het niet gebeuren. Ja en. Um, dat gebeurt het met jou? Ge het, ge het gebeurt met iedereen. En met de een gebeurt er iets heel kleins. En met de ander gebeurt er iets heel groots. En wat er vaak gebeurt is. Dat. Um, mensen denken van er gebeurt toch niets, er gebeurt toch niets. En dan praat ik met ze over die cursus en dan zeg ik, ja, ja, ik ga het een keertje doen en dan gebeurt er iets en dan word ik direct gebeld van um, kan je heel snel deze cursus mm -hmm. geven? Ik zeg, ja, maar we spraken er al een tijdje over. Ja, maar ik dacht dat het eigenlijk niet met ons zou gebeuren. Ja, en toen dus, gebeurde het. Ja. Zo, so, Daarvoor zeiden jullie, er, maar jullie geven ook BHV. Ja, dus dat is bedrijfshulpverlening. Dus dat is EHBO uh, heel specifiek gericht op bedrijven. Zou je misschien een voorbeeld kunnen geven voor iets dat een BHFR op de werkvloer zou moeten kunnen doen of zeker moet kunnen doen? Um, je zou moeten kunnen reanimeren, mm -hmm. want iemand zou op de werkvloer een hartaanval kunnen krijgen en neervallen. En dan moet je weten dus wat te doen, hoe te handelen, hoe te reanimeren, maar ook gewoon hoe hulp in te roepen. Uh, werken met de AED. De AED is de automatische externe defibrillator. Dus die machine die, die schok geeft. Ja, Juist. Ja, dus okay. daarmee leer je dus ook werken. Um, ja, dus dat is een voorbeeld. En daarvoor geven jullie dus dan ook aparte trainingen. Ja. Zo so, iedereen zou een EHBO-cursus moeten doen. Ja, want ja. hoe meer mensen getraind zijn, hoe beter het is. Want gewoon een voorbeeld. Stel je woont in huis met z'n drieën. En jij doet dus de, de, de cursus, de training... En dan ben jij dus getraind als er iets thuis zou gebeuren. Maar als er iets met jou gebeurt. Dan was dat het, hè, voor ja, mij. Maar dus dat <laughs> bedoel ik. Dus het is juist goed om zoveel mogelijk mensen te trainen. Nou, ja. gelukkig is hash er dan. Exactly. <laughs> Want um, nu is iedereen die kijkt dus helemaal hyped. Je hebt gelijk, iedereen moet het kunnen doen. Maar uh, hoe gaat het dan te werk bij hash? Want als iemand nu kijkt en belt en ik wil, ik wil een training. Is het per persoon? U moet er een groep zijn? Is er een minimum? Is er een maximum van mensen die ja. de training kunnen volgen? Dus er is een minimum van 4, een maximum van 12. Um, wat je kan doen, is maak je groepje. Als het kan, maak je groepje, bel me op. En we bespreken een datum. Wanneer, het u, wanneer het, die persoon uitkomt, wanneer het mij uitkomt. En ik kom op locatie en dan geef ik de training. Um, ik merk nu, dus, want we zijn de page pas gestart. En ik merk dat er best wat individuen zijn die de training willen volgen. Dus nu zijn we even bezig met de locatie. En dan um, ga ik het bekendmaken op de page. Wanneer de training gaat zijn. En dan kunnen mensen inschrijven. Oké, okay, maar dat is nog niet. Dat is nog niet. Dus wat gebeurt er nu? Want we hebben nu bijvoorbeeld vier mensen. Of we hebben een groepje van twaalf. We zijn ja. hyped. We willen de training volgen. Hoe ziet zo en zo een les dan eruit? Wat, wat, gaat, wat gaat allemaal worden behandeld? Hoe werkt het? Ja, dus wat, uh, wat er gebeurt... Uh, ik kom gewoon thuis. Op locatie op de ja, op plek. Kom, mm -hmm. Juist. Ik kom aan huis. Um, we spreken af. We, we, je hebt twee verschillende dingen. Je kan zeggen, iedereen brengt zijn eigen snacks en dranken voor de dag. Mm -hmm. Of je, de groep betaalt iets meer voor onderlingen en dan regelen ze dat even. Dus mm -hmm. dat is dan gecoverd. Um, onze training bestaat uit het niet-spoedeisende gedeelte en het spoedeisende gedeelte. Het niet-spoedeisende gedeelte zijn dus eigenlijk dingen die er kunnen gebeuren die niet levensbedreigend zijn. Een knuizing, een verstuiking, een snee in de vinger, een uh, lichte hersenschudding. Ja, en er zijn ook spoedeisende dingen als een hartaanval, een beroerte, een ernstige bloeding. Dus alles, alles komt zeer durf. Alles komt langs. En zo'n training, hoe lang duurt die dan? De training duurt acht uur en één uur examen. Dus de training duurt negen uur. Dus ik zeg altijd aan de mensen: neem gewoon één vrije dag. We gaan heel uh, flink erdoorheen. We behandelen alles. We zorgen dat het helemaal niet saai is, want dat vinden we wel heel belangrijk. Het moet niet zo'n. Uh, Statische. Uh, ja, zoiets zo zijn van: ik ben de, de juffrouw en jullie moeten maar luisteren. Nee, ik, uh, ik geef jullie de informatie en ik hou ervan om feedback te krijgen. Mensen vertellen me hun ervaringen, stellen vragen. En, en dan wordt het gewoon een hele gezellige dag. En het is altijd... Het eindigt altijd als een gezellige dag. Dus mensen zitten soms wel... Vooral als ze vanuit het bedrijf mm -hmm. uh, gekozen worden. Dan denken ze van... Ah, oh, weer een training. Mm -hmm. Weet je, gaan we weer. We hebben al zoveel trainingen moeten mm -hmm. doen. En dan is dit weer één van ze. En um, onze, onze catch is altijd... We willen binnen tien minuten... Willen we de groep hebben gewonnen. Mm -hmm. En zeker bij bedrijven... Uh, is dat een challenge, maar het is tot nu toe altijd gelukt. That's nice. Zo, yeah. so, een dag, acht uur les en dan moet ik ervoor uitgaan dat er ook een examen is. Yeah. En daarna yeah. ben ik een gecertificeerde BHV'er of EHBO'er. Ja, yeah, en dan krijg je een certificaat en een pas je. All right. Ja. Yeah. That sounds very interesting. En natuurlijk is. ook very needed. Ja, ja, ja. Absoluut. Hoeveel kost het? Want ik moet, het is niet gratis, denk ik. Nee. Mm -hmm. Dus um, als je een groep van twaalf kan maken, is het voor de groep 500 dollar en 350 SRD per persoon voor het boek. En als de groep niet uit twaalf bestaat, maar minder dan twaalf, mm -hmm. dan is het 50 dollar per persoon plus 350 SRD per boek per persoon. Alright. En als ik nu zeg maar een jaar geleden, nee, een jaar van nu, vandaag is het de dag die vandaag, ik kan het ik zal de datum noemen. Een jaar hierna wil ik, moet ik dan een refresher doen of ben ik gewoon voor de rest van mijn leven good to go? Nee, dus als je de training hebt gevolgd, mm -hmm. moet je elk jaar um, refreshen. Maar um, dus de eerste keer is de hele training, dat is dus acht uur plus examen. En de Tweede, dus daarna is het gewoon refreshen en dat is alleen het spoedeisende gedeelte en dat is maar vier uren zonder examen. Maar dat moet je wel doen om je, om je, um, je skills te behouden en om je certificaat te houden. Ja, dat maakt zin. Ik denk dat Hash goed werk aan uh, het yeah, verrichten is. Ja, als ik zo naar je luister. Uh, wil ik best wel geloven dat het superbelangrijk is dat iedereen weet hoe je anderen kan helpen voor de echte hulp komt. En ook gewoon wat te doen if, in case of when something goes wrong. Klopt, weet je, um, er zijn soms hele kleine dingetjes. En het, het, het heeft een hele grote impact als je niet weet hoe te handelen. Als ik een voorbeeld zou mogen geven: uh, een heel klein kindje speelt met stroom en krijgt een stroomschok, en het hartje staat stil. Um, als je niet weet wat te doen, dan sta je erbij en kijk je ernaar. Ik heb nu al in paniek, gewoon het idee van maak me al... Uh. Maar het, is dus het gebeurt en dat kindje overlijdt en, en het is klaar. Terwijl als je weet hoe te handelen en als je reanimeert. En soms heb je misschien maar een halve minuut tot een minuut reanimatie nodig voor dat kindje. En dat kindje is huppelt weer rond. Dus zoveel verschil voor zo'n kleine handeling. Maar het is... De training, de education, you, you yeah. need to educate yourself. Hoe yeah. well, kunnen we bereiken of hoe kunnen we hash bereiken om te get educated of to get certified of EHBO of BFE uh, level? Ja, yeah, dus we, hebben, we zijn um, te vinden op Facebook, op Instagram, op hash, dus H-E-S-H. -E mm -hmm. En um, je kan me ook altijd bellen of appen. app is eigenlijk altijd beter. Want als ik niet kan opnemen, kan je altijd een berichtje mm -hmm. achterlaten op het nummer 715-6966. All right. Yeah. Well, Angela, Angela de B van Hash. Ik vond het heel fijn om je in de studio te hebben. It was very enlightening to learn that er uh, cursussen worden gegeven. En uh, ik denk dat ik heel snel langs moet komen to te certified Helemaal again. Goed. Je bent van harte <laughs> welkom. Thank you. Thank you for being here today. Oké, okay, hartelijk bedankt ook mm -hmm. voor het interview. En jullie ook voor het kijken. Vandaag hadden we Angela Bee van Hash. Dat staat voor Health, Ergonomics, Safety and Hygiene. En zij verzorgen BHV en EHBO trainingen. Als jij thuis zit en kijkt en denkt: van hé, hey, ik zou deze training willen volgen. ga naar de Facebook-pagina, Instagram-pagina. of stuur haar gewoon een berichtje om je op te geven. Het kost 50 dollar per persoon en 350 voor een boekje. Daarin staat alle informatie als je alleen bent. En voor 12 mensen is het 500 dollar per groep en natuurlijk ook 350 per persoon. Het wordt een hele informatieve dag wanneer deze cursus wordt gegeven en aan het einde van de dag als je Jouw examen hebt gehaald, ben je een gecertificeerde BHV'er of een EHBOer. Ik zou zeggen, waar wacht je nog op? Get certified people and get certified by hash. En remember, Nogmaals, dankjewel voor het kijken. En your time plus my time is Q-time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform. to inspire.